Dag iedereen, van harte welkom bij de tweede aflevering van de Champions Club van dit seizoen. De openingsspeeldag ligt nog maar een weekje achter ons en hier zijn we al met de preview op matchday 2. Het gaat goed vooruit door dat WK in november. Het gaat allemaal wat sneller dan we gewoon zijn. Wim de Koning, Wesley Sonck, jullie zijn mijn gasten vandaag. Goedemiddag. Voilà. Mannen, we gaan vooruitblikken, maar we gaan ook terugblikken natuurlijk op wat er vorige week gebeurd is. En het was geen goede start voor de Duitse coaches in de Champions League. Wat heeft jullie het meeste verrast? Het ontslag van Tedesco, het ontslag van Tuchel of Klopp die Klopp kreeg in Italië? Voor mij toch het derde. Liverpool had al geen goede reputatie in Napoli. Maar het is toch verrassend dat je 4-1 onderuit gaat. Liverpool ook niet goed gestart dit jaar. Dus ik weet niet wat er daar aan de hand is. Een beetje blessures heb ik wel gezien, maar ik denk dat de kern toch sterk genoeg moet zijn om beter te doen. Ja, het was een oververdiende overwinning, hè, Wim, voor Napoli, die ook wel heel sterk waren. Ja, die waren verrassend heel sterk. Oké, doen het in Italië ook goed natuurlijk. Staan mee aan de leiding. Ja, staan mee aan de leiding. Met een aantal spelers, wat was het, Anguissa en Lobato daar op het middenveld, zeiden we allemaal, is dat wel sterk genoeg daar op het midden. Koulibaly die ook weg is. Dus ja, toch wel veel vernieuwingen, maar wel geweldig voetbal. Hè. De nieuwe Maradona, zoals ze hem gingen noemen. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Kvaradona. Ja, Kvaratskhelia. Het zal nog wel lukken. Hè. Ja, ja, hoe meer we hem bezig zien, hoe makkelijker ja, het wordt. Ja, en ja, dat was toch geweldig. En ook Osimhen deed hen pijn. Hè. Joe Gomez, oké, die stond centraal achterin, maar dat was hij ook bij Engeland International ja. Op 21 jaar. Hij stond er inderdaad. Ja, oké. Okay. Verloor alle duels. Ja, werd weggespeeld. En Van Dijk is ook niet meer de Van Dijk die wij kennen als zijnde de beste verdediger in Europa. Zo werd hij toch genoemd. Hè? Waarom ligt dat? Geen idee. Wes heeft vorig jaar een aantal keer aangetoond dat Van Dijk eigenlijk nooit in duel gaat. En dat dat zijn sterkte is. Maar eigenlijk is dat nu zijn zwakte geworden. Hij gaat altijd maar achteruit. En hij vermijdt het van echt wel in een duel te gaan. Buiten in een kopbalduel. Maar een 1-1, ja, dat gaat hij niet gaan opzoeken. En ze hebben echt al Konaté of Matip nodig, daar centraal naast hem. En een sterke Konaté, want Konaté was vorig jaar bij Liverpool ook een van ja. De... echt wel... Meer power mensen. Op het middenveld dus, vooral ook. Hebben ze ook. Ja, dat middenveld dat lijkt me wel een vreemde zaak. Soms met Henderson, dan met Milner nog, die speelt. Ja, die zijn toch al redelijk van leeftijd. Ja, maar Elliot zet hij er dan bij, 19-jarige, maar die doet het wel goed, moet ik zeggen. Ah, die Elliot, die doet het wel goed. Ja. Maar Mané weg, maar Darwin Núñez, wij dachten allemaal, ja, dat zal ook wel misschien een andere manier van voetballen, maar dat gaan mensen eens even Het zat op de bank, hè? Ja, en veel op de bank en kan blijkbaar... Ja, het is anders, hè. Counteren met Benfica, Europees, of tegen een versterkte defensievoetballer, Wes, als spits, dan weet je wel dat dat een groot verschil is. Zeker. Ja. Goed, Liverpool speelt tegen Ajax op de tweede speeldag. Wes, Ajax heeft overtuigend gewonnen van de Rangers. Dat was nu niet zo'n verrassing natuurlijk. Verwacht je dat Ajax iets kan rapen op Anfield, of gaat Liverpool geprikkeld zijn door die teleurstellende openingsmatch? Jawel, ik denk dat Ajax zeker weerwerk kan bieden aan Liverpool. Dat denk ik wel. De zekere manier waarop dat ze nu ook aan het spelen zijn. Afgelopen weekend ook weer zeer makkelijk gewonnen. Maar de Nederlandse competitie natuurlijk is iets anders. Maar... Geen referentie voor het Europese voetbal. 5-0 tegen Heerenveen, dat geeft toch ergens vertrouwen. Want het is toch ook een druk programma voor hen. Maar ze hebben gewoon kwaliteit. Hè. Ze doen altijd zoveel spelers weg. En elk jaar zijn er nieuwe jongens die komen. Die passen zich meteen aan een bepaald niveau. Nu... Eerlijk gezegd denk ik toch dat Liverpool iets zal moeten rechtzetten. Dat kan me niet inbeelden. Die groep is het wel belangrijk. Hè, ja. Maar ja, goed, ik denk eerlijk, pakken, denk ik. Rangers, die gaan we toch niet bij. Nee, die... De top 2. Ja. Napoli gaat meedoen als ze dit niveau vasthouden. Maar Liverpool gaat toch volgens mij eventjes moeten doorduwen. Ja. Well, bij Ajax is het wel zeer opvallend. Ze doen al hun beste spelers weg. Ze doen de architect weg. Hè. Ten Hag is ook vertrokken. En dan toch op zo'n manier weer starten met weer jonge jongens. En de manier waarop ze het doen. Ja, Schreuder doet het goed. Hè, ja, geweldig. Geweldig, hè. Als je ziet wat er allemaal weg is. Voor hoeveel ze verkocht hebben weer. Al de betere... Allaire, hè, niet vergeten, die was de man die al de goals maakte voor Ajax vorig seizoen. Die is ook weg. Ik denk niet dat het een makkelijke match wordt voor Liverpool, eerlijk gezegd. Want Ajax in de winning moet. Hè. Ja, inderdaad. Wes was vooral verrast door dat resultaat in Italië. Ik vond het ook wel opmerkelijk. De twee trainers ontslagen al na één wedstrijd. Tedesco
de deur uit bij Leipzig. Verloren tegen Shakhtar. En Tuchel. Verloren bij Dynamo. Vind jij dat echt verrassend van Tuchel? Echt? Ja, maar die mens werkt toch zat er aan een slag in de hand ergens. Ja, jij hebt het over zijn karakter. Maar ja, maar goed, als je kijk, ik bekijk het ook altijd vanuit een spelersstandpunt. Ja? Ik bedoel, wat er met Lukaku is gebeurd, ja, dat is eigenlijk een wegduwen. En je ziet dat bij Pulisic. Moest een keertje invallen. Ik weet niet meer welke wedstrijd dat was. Ook hetzelfde gevoel van... En dan, ik denk dat Wim dat toen ook gezegd heeft. Dat soort trainer... Hè, dan zeg je van, ja, we hebben je nodig en je bent professioneel. Maar als je zo tegen spelers doet, op een gegeven moment hebben die spelers er genoeg van. En, dat is natuurlijk totaal tegenovergestelde van Klopp bijvoorbeeld, die ook waarschijnlijk wel hard is met zijn spelers, maar ook vaderlijk. Je ziet Tuchel nooit iemand vastnemen of op de schouder kloppen. Hè. En wat was er ook in het weekend was er weer eens gebeurd? Gallagher of zo, vorige week, dat hij openlijk aan de bank iets deed. Ik heb een clipje gezien na een paas van Gallagher, dat Tuchel was. En je ziet dat als speler niet op het veld, dus daar trek je niet te veel van aan. Maar achteraf krijg je dat tegenwoordig ook mee. Ja. Dus dat is niet zo leuk om als speler dat te horen of te zien. Maar lang blijven. Hij heeft natuurlijk door zijn manier van werken bij PSG met heel grote vedetten, ja, nog grotere vedetten gewerkt dan bij Chelsea. Hè. En hij pakte ze ook op die manier aan. Oké, uiteindelijk moest hij ook gaan. Maar het is niet zo lang geleden, Wes, dat hij de Champions League heeft gewonnen. Ja, uit het niets, hè, bij manier van spreken. Dat bedoelde ik eigenlijk. En dan 10 op 18 had hij? Ja, op basis van de resultaten vond ik het te vroeg. Swat, we gaan dat thema afronden. Die twee die ontslagen zijn, kunnen zich niet meer herpakken. Klopt wel, we gaan het zien. Liverpool-Ajax is een mooie match, maar we hebben deze week nog wel meer fraaie wedstrijden. Met City-Dortmund woensdag. En dan is er morgen naast Liverpool-Ajax ook nog Bayern-Barcelona en Porto-Club Brugge. Laten we misschien beginnen met de match van Blauw-Zwart. Wes, we gaan er samen naartoe. Je mag alweer naar het zuiden. Niet naar Italië dit keer, maar heb je het weer al bekeken in Porto? Ja, ik heb net gehoord dat het gaat regenen. Het gaat regenen. En 100% staat er op de weer-app. Maar goed, het is niet, normaal gezien is het niet ver van het hotel naar het stadion, dus dat valt nog mee. Maar ik vind het altijd prettiger als het regent om te voetballen. De bal gaat sneller, veel betere omstandigheden. Ja. Dus dan is er toch ideaal voetbalweer. Want dat klopt niet. Want voor mij is dat goed. Is okay. De mensen die jou kennen, die weten al dat... Maar ik het eens uitleggen voor de mensen thuis. Ideaal weer bestaat niet. Ideaal omstandigheden bestaat niet. Want voor u... Ja, maar regen is oké. Okay. Voor mij is regen optimaal. Ideaal. Maar niet zoals in Serrain bijvoorbeeld. Nee, dat is te veel. Ze moeten wel drainage. Het veld zal ook beter zijn in Porto waarschijnlijk. Club Brugge is begonnen met een overwinning. Het voetbal was niet geweldig, maar het resultaat was heilig. En het was onder meer dankzij de winning goal van Silla, maar ook dankzij een goede prestatie van Simon Mignolet. Ik denk dat het belangrijk is om de nul te houden, om belangrijk te zijn voor deze groep. Niet alleen door te spreken en instructies te geven, maar als je dan zelf ook nog twee keer de redding kan doen, dan is dat heel erg mooi. We hebben wat geluk ook met die afgekeurde goal. Dat zou een beetje zuur geweest zijn, maar ik denk dat we over het algemeen wel verdienden om deze wedstrijd te winnen. Met de eerste helft eigenlijk goed gecontroleerd spel, waar we meer een deel van het balbezit hadden. Ook de juiste kans gecreëerd en op het juiste moment voorkomen. En de tweede helft, zeker de laatste 20 minuten, weet dat zij wat powerplay gaan spelen en dan moet je wat geluk hebben. Ik denk dat we heel erg goed verdedigd hebben in het gros van die kansen. En dan hebben we ook nog één keer geluk met die afgekeurde goal. Ja, uiteindelijk dus 1-0 en 3 punten tegen Bayer Leverkusen. Man, ik ga met de deur in huis vallen. Ik denk dat club punten kan rapen, 1 of 3, in Porto. Zijn jullie akkoord? En op wat basis waarvan? Ik baseer me vooral op het feit dat Porto Taremi ook mist, geschorst. Otavio is geblesseerd. En ik vond ze eigenlijk al niet super geweldig. Anderzijds hebben we wel maar met 1 goalverschil verloren in Madrid. Maar aan je blik te zien, Wes, ben je het niet eens. Ik vind, als je die vraag stelt, dan moet je toch in je achterhoofd al een bepaalde analyse hebben. Ik heb ze nu gehoord. Ja. Goed, 6 zegens op rij. Het mentale zit goed. Ik lees vandaag nu ook van Nielsen dat hij zegt, ja, we gaan naar Porto om te winnen. Ja. Oké, dat kan je wel snel zeggen natuurlijk, maar een puntje zou al geweldig zijn. Hè? Ja, laat ons eerlijk zijn. Het is nog altijd wel Porto en het is in Porto. Oké, ze hebben even in de Portugese competitie een steekje laten vallen, maar intussen staan ze ook maar 3 punten van het maximum. Ik verwacht een lelijke wedstrijd. Ja. Okay. En op basis waarvan? Porto heeft ook niet de meest mooie voetballers meer. Er zijn er een paar vertrokken afgelopen zomer. Het resultaat is belangrijk, zeker omdat ze verloren hebben. Maar ik lees ook van gesloten match. Maar ik lees ook van club. Ik weet niet wat dat waar is, hè, natuurlijk. Maar
dat ze proberen gaan hun spel te spelen, pressing vooruit te spelen. Ja, dan denk ik wel dat we een open wedstrijd krijgen, als dat zo zou zijn. Maar ik denk het niet. Maar omdat... weet je nog, Philippe Clément, na de 4-6 vorig jaar in de twee eerste wedstrijden, ging ook zijn pressing spelen thuis tegen City. Je moet toch Europees en in Champions League een klein beetje zekerheid gaan nemen, ook in Porto. Ondanks het feit dat er inderdaad de betere spelers weg zijn, blijft dat toch nog altijd de ploeg van Conceição en de kampioen van... Dat is vooral het belangrijkste aspect, denk ik. Conceição als coach. Ja. Ja, en als je daar een punt als club zijnde kan gaan halen, dan heb je het geweldig gedaan. En als je het dan op de manier, zoals tegen Leverkusen, maar dat was ook niet mooi, hè? Dat wordt een beetje vergoelijkt door het feit dat ze die drie punten halen. En we horen Simon hier ook zeggen, het was verdiend. Ja. Maar je gaat evenveel verliezen in zo'n wedstrijd, want Leverkusen, geen grote club of geen grote ploeg momenteel, was minstens even goed als club. En dan was er nog die 2 centimeter van de team. Van de buitenspel, ja. In elk geval, pronostiek je dan maar, mannen? Wes? En dan hoop ik, als het een lelijke wedstrijd is, zoals jij zegt, en het is gesloten is, dan hoop ik op 2-2. Want ik hoop altijd dat de Belgische ploeg het goed doen. Ja. Dat ze winnen. Maar ik denk toch ook dat winnen op verplaatsing... Ze hebben dat een paar jaar geleden gedaan op Zenit, maar Porto... Allee, ik hoop het, hè. Echt op waar. Op Leipzig ook gewonnen. Ja, op Leipzig. Ik hoop het echt, hè. Oké, 2-2, Wim. Ja. Twee keer scoren zie ik ze eerlijk gezegd niet doen. Hè. Als ze een puntje willen halen, moet het 1-1 zijn. Ene keer zal al goed zijn, maar laat ons eerlijk zijn, ook tegen Leverkusen hebben ze aan 100% afgewerkt. All right, goed. Zo, we gaan het volgen, Wes. Morgen we zien elkaar op de luchthaven. Maar eerst verder praten over spitsen. De rest van onze podcast zal een beetje in het teken staan. Toch wel van de aanvallers, hè, want mannen Lewandowski en Haaland, allebei tegen hun ex-ploeg. Welke van die twee affiches, dan heb ik het over Bayern, Barcelona of City Dortmund, trekt jullie aandacht het meeste? Ik ben benieuwd voor Bayern en Barcelona. Ik ook. Omdat ik was er vorig jaar live en ik vond het echt pijnlijk. Ik vond het echt pijnlijk. Van, hoeveel was dat weer? 0-3. En ik was in Barcelona. In Barcelona. Ik had de indruk. En toen was het 3-0 nadien in Benfica. Heb ik ook live gezien. Ja. En ik was echt onder de indruk, maar in een negatieve zin, van Barcelona. Jij keek vroeger altijd naar Barça, omdat Messi jouw favoriet was bij Barça. Ja. Kijk je nu weer omdat Lewandowski... Ik kijk sowieso naar de Spaanse competitie. Ja, maar de komst van Lewandowski heeft dat... versneld, denk ik. Ja, maar ik ben blijven kijken. Ik zeg dat wel. Ik heb wel minder gekeken naar Barcelona, wat minder aantrekkelijk was. Maar nadat Xavi gekomen is, heb ik toch gedacht van... door mijn goede vriend Pedro Elias, die mij ook heel veel informatie geeft over Barcelona. Juist. Die dacht, dat gaat weer... de vonken gaan er weer vanaf spatten. Maar dat was eigenlijk niet zo. Terwijl dat toch wel materiaal aanwezig was. Nu... vond ik het eerst... Op een gegeven moment tegen Real hebben ze wel... Dat was ineens in een magistrale wijze dat ze daar van het kastje aan de muur hebben getikt. Maar nadien zag je toch weer met ups en downs. Nu vind ik wel dat ze goed ingekocht hebben. Ze hebben een jaar moeten erover nadenken wat ze eigenlijk zouden moeten doen zonder Messi. En daar zijn ze nu stilletjes aan bezig. Alleen heb ik heb er de kriebels van gekregen omdat ze hun beste speler, volgens mij... willen wegsturen. Frenkie de Jong wegsturen. Hoe kunt je nu als club dat in je hoofd halen? Nee, daar heb je gelijk. Om de beste speler... Financieel, denk ik. Ja, maar dat is hun eigen fout. Dat is iets anders. Dus moet die jongen daar nu voor opdraaien? Vind ik heel vreemd. Dus nu dat Frenkie gezegd heeft, ik blijf in de mooiste club ter wereld, ben ik supporter weer van Frenkie. Ik was al supporter van Frenkie sinds ik eerst geen live heb gezien. En ook nu weer een beetje van Barcelona. Ja, maar ik ben toch wel heel erg benieuwd, niet alleen voor morgen, maar voor heel het seizoen voor Barcelona. Want ze zijn weer zeer sexy om naar te kijken. Ze hebben heel veel jonge, goede spelers. Ze zijn stilletjes aan Piqué en Busquets aan het vervangen. Ja, de ouderen. Alleen één oudere hebben ze gehaald. Mandine loopt lijkt een jonge gast, lijkt een hinde, hè? Lewandowski. Ja. Dankzij zijn madame blijkbaar, die hem als diëtiste echt wat hij moet eten, waardoor hij in plaats van een 34-jarige leeftijd van een 24-jarige blijkbaar. Maar als je ziet, Balde, 18 jaar, Gavi, Pedri, noem ze maar op, Garcia, 21, Ferran Torres, Ansu Fati is daar terug. En dan kun je ook, Frenkie is maar 5, Koundé, 23. Het is echt een jonge ploeg met heel veel talent. Maar ze hebben wel Lewandowski nodig. Ja, dat hebben ze wel. Dembélé is terug. Daar komt het toch. Kessié is terug. Gif op in nemen, bij wijze van spreken, dat hij geen goal maakt. Eerste match, het
hat-trick in de Champions League tegen Pilsen vorige week. Ja, oké, was tegen Pilsen, maar, ja, maar die gaat altijd golden maken, omdat die heeft dat gewoon, die staat daar. Kijk naar alle spitsen. De golen die Haaland maakt en Lewandowski maakt, dat zijn geen schoten van buiten de 16. Dat is wat we altijd zeiden, ook over een bepaalde ploeg zoals City en dergelijke, Barcelona. Hij heeft er wel een mooi binnengedraaid. Ja. Dat was van buiten de 16. Ja, ja. Ja, goed, maar goed, ja. De meeste golen. Ik heb niet gezegd allemaal de meeste golen. Als je dat ziet, die wachten, en dat is precies dat, zoals een dier dat zijn prooi aanvalt in de 16 meter en die knikken die binnen of die tikken die binnen. Maar ze staan altijd hij krijgt een voorzet van Dembélé, denk zijn tweede goal die hij daar maakt, helemaal vergeten aan de tweede paal. Niemand van Pilsen had nog oog voor Lewandowski. Je weet ook dat dat Lewandowski is. Ja, maar het is niet een aanrader om Lewandowski te vergeten. Nee. Wes, je hebt Bayern live aan het werk gezien. Ik verwijs er al even naar. Je bent naar Inter Bayern geweest. Ja. Goed? Jawel, jawel, maar dan heb ik toch wel wat dingen gezien. Vertel. Ja, verdedigers die heel fel doordekken, waardoor er ruimte ontstaat, waardoor Inter niet bij machten was nu om dat af te straffen. Ik heb dat vorig jaar gezegd, dat ze zo gaan verdedigen met Upamecano, die nu niet speelde. En Zule. Dan gaan ze problemen krijgen. Ja. Ik denk dat dat nu beter is met Hernandez, Upamecano en De Ligt, dat dat beter is. Maar toch zit er nog ergens zwakheden in, plus het feit dat ze achteraan bij momenten kansen weggeven. Correa die kreeg daar ineens een kans in de 16. Die trapte hem ook nog naast. Dan denk je van, oké, Bayern, dat moet je niet doen. Heeft dat nu met concentratie te maken? Dat weet ik niet. Maar ik vond ze toch wel weer indrukwekkend. Ik heb het gevoel dat ze effectief het gaspedaal zouden indrukken. Dat het meer had geweest dan 0-2. 12 op 18 in Duitsland is zoiets van, oké, ja. Maar nee, 80ste minuut maar ingevallen, dus heeft er een aantal laten rusten. Ik zag dat hij die 17-jarige van Matty Stel, dat hij gescoord heeft. En, jongste doelpuntenmaker bij Bayern. 17 jaar en wat is het? Ik heb het ergens genoteerd. Ja, maar plus 14 doelpuntensaldo. Maar wel al wat punten laten liggen. En ze gaan de goals van Lewandowski hoe dan ook missen op een gegeven manier. Ja. Terwijl dat Sané nu meer scoort en de anderen waarschijnlijk meer gaan scoren. Ja, Mané gaat er nooit zoveel maken als Lewandowski. Dat hebben we vorige week ook gezegd. Müller heeft nu diepe spits gestaan afgelopen zaterdag. Dus dan denkt hij van, gaan Lewandowski toch missen. Van de ene topspits naar de andere, Wes Haaland, die is ook niet verkeerd begonnen aan zijn nieuwe avontuur. Ook meteen 2 goals op Sevilla. Die gaat denk ik ook niet echt medelijden tonen met zijn ex-ploeg Dortmund. Wat moeten we daarover nog zeggen over die gast? Die ziet de goal staan en die loopt er naartoe en al wat hem in zijn weg komt, duwt hem weg. Gaat hij juichen als hij scoort? Ik zou wel doen. Ik weet niet. Ik hoop van wel. Ik herinner me, ik weet niet of het met jou was, maar zeker in deze studio, vorig seizoen, toen er sprake was van die transfer, zeiden we, gaat dat wel werken? Tegen meer defensieve ploegen, niet op de omschakeling, maar dat is geen probleem. Hè? Maar dat is geen spits van 1,60 meter. Hè? Nee, maar het werd toch gezegd. Dat moeten we nog zien. Maar gaat dat wel werken bij City? Wie zegt dat? Het is hier ooit in onze podcast gezegd. Nee, maar ik vraag me altijd af, zulke dingen, dat zoals Lewandowski ook. Ik bedoel, die gasten zijn een garantie voor goals. Dat gaat misschien eens een jaar minder zijn. Tegen PSG, ik was daar eens, maakte hij eens van op middellijn vertrekkend. Hè. Rechtdoor, hebben. Snelheid, ja. En dat wij dachten van, op de kleine ruimte gaat dat wel lukken. Ja, dat gaat lukken. Hè. Ja, omdat het werk wordt gedaan door anderen. Voilà. Hij moet het werk niet doen. Vorige week hebben we een compilatie laten zien. Was het met jullie of was het met Nick? Ja, dat die 7 doelpunten hebben we gezien en hij scoorde er 6 in 1 tijd. Ja, dan moet je niet veel doen. Hè. Dan moet je gewoon op de juiste plek staan. En al die assists van Kevin De Bruyne binnen tikken. Ja, hoe geweldig is dat? Ja, die samenwerking loopt voorlopig heel erg goed. En Kevin De Bruyne, vorige week verkozen tot man van de wedstrijd in Sevilla, waar hij ook een assist gaf. Ja, die werd er na de wedstrijd ook over bevraagd. Over dat partnership liever met Haaland. Well, obviously it goes well. You know, we started the season fairly well. I think we're playing good football. I think there's certain aspects that still can go better, but I think that's normal when you play in the beginning of the season. But obviously, if you can start that way, and I think for Erling to settle in that way, you know, a lot of people are talking about the goal, so it makes it much easier for him. But I think we still know that everybody has to go up a level and play better. But we're winning most of the games by now, so it's good.
Ja, voor de mensen die alleen luisteren, we hebben er hier ook beeld bij in de studio. Hij staat daar tijdens dat interview met ja, die trofee, Man of the Match. Trofee 16. In zijn hand. En Wim, jij reageerde. Ja, ja. Waar moet ik die nu weer zetten? Hij stond er zo wat verveeld bij. Volgens mij is dat trofee nummer 36. Ja, hebben ze mij nu weer die een glazen bal gegeven? Ja. Moet ik daar en je ziet hem ook denken, ja, eerste groepswedstrijd, makkelijk gewonnen. So be it. Ja, Haaland, oké, dat loopt lekker. Maar. Ja, maar hij zegt wel, Haaland moet nog een beetje aanpassen en zal nog verbeteren. Ja, oké. Okay. Daarom hebben we Manchester City dit jaar als Champions League winnaar naar voren geschoven. Hè? Ja. Jullie allebei zeker? Ja, ik ook. Ja, ik heb nog lang getwijfeld. Ja. Ja. Omdat ik alleen wou zijn met een ploeg. Maar ja. ik vond geen ander. Ja, ik heb Real Madrid genomen, daarom. Maar bon, ik denk ook eerder City. Maar zeg het niet verder. Goed, dan gaan we naar een andere aanvaller die ook twee keer heeft gescoord. Ik weet niet of er iemand van jullie live bij aanwezig was. Denk ik niet. Waren Peter en Gert. Peter en Gert. Want Mbappé die scoort ook nog altijd aan de lopende band natuurlijk. Dat deed hij vorige week tegen Juventus. Neymar wiept hem op voor Mbappé. Eerste kans en goal. Ho, ho, ho. De kop is er wel af. Kylian Mbappé. Neymar Mbappé. Twee derde van de koninklijke drietand voorin. Heeft nauwelijks 5 minuten nodig gehad om hier al meteen de score te openen. Wat een geweldige goal. Verratti, ja, doet hij goed hoor. Bal meenemen, heel slim. Hakimi, Mbappé. Oh, oh, oh. Wat is dat allemaal? Wat is dat allemaal? Nog voor Juve maar dacht over hoe ze deze aanval hier stoppen. Knal Mbappé nummer 2 al tegen de touwen. Ja, een nieuw seizoen. Paris Saint-Germain, een nieuwe richting gaan ze ook uit. Met een nieuwe coach en een andere transferpolitiek. Maar same old Kylian Mbappé wel, Wes. Ja, ik denk de beste spits op dit moment in de wereld. Die kan alles. Die kan zelf iets forceren. Die kan op de counter iets forceren. Die is enorm snel. Die kan scoren van in en buiten de baklijn. Jongen die alles heeft. Alleen zijn heeft ook nog assist. Ja, ook nog assist. Ja, dat doen de anderen niet. Maar dan komen we bij een punt. Ja. Er was een moment in die match dat hij de bal moet afleggen voor Neymar. Dat doet hij niet, hè? Nee. Maar, en dan maar wordt het toch nog spannend op het einde. Ik denk dat dat een groot verschil met Haaland en Lewandowski. Ik denk dat die nog meer ploegspelers zijn. Als je dat ziet, hoe dat ze in het team functioneren. Daar het lijkt het toch altijd ergens een strijd tussen Mbappé, Neymar. Ja, Messi die denkt, oké, jongens, doe maar, ik heb het allemaal gehad. Dat is een beetje mijn gevoel. Maar de vraag die blijft bij die ploeg. Want ik heb daar vorige week iets over gezegd. Het duurde wel geteld 18 minuten. Dat hebben ze het laten zien ook. Hè? 18 minuten hebben samengewerkt, die drie vooraan. Ja, leg dat eens uit. Wel ja, goed. En Gert en Peter zeiden ook, en Gert heeft dat ook al heel eerder gezegd. Het feit dat je drie mensen niet hebt in het verdedigend compartiment. Ja, als je de bal niet hebt natuurlijk. Ja, dat kan je niet blijven belopen tegen de topploegen. Als je niet allemaal meedoet. En dat was duidelijk te zien. En in het begin was dat wel. En ik denk dat bijvoorbeeld Neymar, die kan dat wel belopen. Maar dat duurde wel geteld 18 minuten voordat ze alle drie bleven stilstaan. Was het dan al 2-0? Of? 1-0. Ja. Blijven ze gewoon stilstaan. Paredes die dribbelde gewoon in. Die kon verdelen. Er komt ook een heel grote kopkans van Vlahovic. En dan denk je van, ja, ze zullen toch geleerd hebben daarvan, of in de toekomst misschien, maar ik denk dat dat gewoon in DNA zit om offensief te denken. Modern totaalvoetbal kan je op die manier niet spelen, maar je kan er wel de Champions League mee winnen als je... Denk als je dat Pep dat zal toelaten, dat soort... Dit? Ja. Nee, tuurlijk niet. Nee, zeker niet. Nee. Hebben jullie maar Galtier, ik hoop dat Galtier daar... Ik dacht dat van, hij gaat daar misschien eens op ingrijpen, maar hij doet het ook niet. Maar dat is toch het verschil met Klopp en met Pep en met andere mensen... Daar werken ze wel allemaal mee. Ja. Hoe komt dat? Waarom? Waarom hebben ze die... Daar hebben ze niet drie van die jongens van dat kaliber lopen, toch? Maar... Nee, maar het was al met die twee was het al te veel. Als ze dan Messi nog gingen halen, kon je er donder op zeggen dat dat nog erger ging zijn. Wel, en dat is ook nog erger geworden. Peter en Gert in onze online rubriek Terugvlucht, die hebben het gezegd. Hè. We hebben een probleem vastgesteld. Messi moet naar de bank. Hij is de minste van de drie. Zeggen jullie daar? Ja. Is dat dan effectief de oplossing? De oplossing zou ook kunnen zijn dat Neymar op de 10 speelt. Echt waar, hè? Ik denk dat wel. Als je 3-5-2 speelt met Messi en Mbappé vooraan, die kunnen ook wel iets. Maar ik denk dat Neymar dat kan belopen. Als hij fit is, kan hij dat belopen. Als hij dat wil. Als hij dat wil. Dat is het. Ja. Dat is hij er zich niet te goed voor voelt. Want hij is goed bezig, hij heeft nu weer gescoord. Ja, hij al 7 assisten en 7 goals. Ja. Neymar staat tweede in de topschutterstand. Hij heeft ook al veel assist. Messi is de leider in de Ligue 1 dan, wat assist betreft. Ja. En Mbappé is eerst in de topschutterstand. Ja, want 1-0 dus de statistieken van die mannen zijn geweldig. 1-0
tegen Brest, maar ze hebben alle drie wel gespeeld. Maar Brest wel een penalty gemist. Dus ze hadden even goed. En gelukkig voor PSG doet Marseille daar goed mee, want ook 19 op 21. Klopt, beste start ooit voor Marseille. Ja, die staan gelijk met PSG, dus het wordt daar ook wel gevraagd van hen dat ze gefocust blijven. Nu nog, maar Marseille, kans is klein dat ze dat volhouden, denk ik, aan dat Geen tempo. Idee. Ik weet het niet. Ja. Ik weet het niet. Doorgaans is het lastig. Ja, ze hebben al eens de titel verloren tegen Lille ook. Hè. Dus dat willen ze op 3 jaar tijd geen tweede keer. Maar oké, hij geeft die bal niet af, maar de kwaliteit van de afwerking van die twee doelpunten vorige week, dat was echt onwaarschijnlijk. Fenomenaal. Ja. De eerste goal was fenomenaal. Als je die bal van die kant zo rechtsover je krijgt, niet, het is al moeilijk als een bal over je hoofd komt, maar dan nog half in de draai met rechts, die zo pakken, binnentrappen. Ook die tweede, die eerste was al fenomenaal, maar die tweede, dat lijkt allemaal makkelijk. Maar het is eigenlijk makkelijker als je van de rechterkant de bal laat passeren om dan in volle te trappen. Dat is eigenlijk makkelijker om richting met te geven. Met links dan, ja, in zijn dat is geval. In principe. Maar die bal kwam zo goed voor zijn rechter. Ja, en die heeft zoveel klasse, kwaliteit. Die moet daar niet bij nadenken. Dat is gewoon... Die tweede is eigenlijk indrukwekkender dan de eerste. Dat vind ik niet. Nee? Nee, omdat technisch is het moeilijker om de eerste binnen te trappen. Maar het zijn ook alleen zij maar die zo'n goal kunnen maken, PSG. Want de assist van Neymar, zo'n chipje, zo'n wippen. Wie kan dat? Buiten Messi? Niemand. Ja, dat zie je nergens gebeuren. Hè? En ook de manier van waar hij kwam. Je hebt het ook laten zien. Weg uit de dekking, op snelheid. Dat was de mooiste goal wel van de eerste ronde. We gaan het over een andere topspits hebben, mannen. Het is er eentje die is ingevallen in Celtic Park vorige week. Benzema, die moet gaan en deze man mag komen. Eden Hazard, nog geen half uur gespeeld in Glasgow. En Hazard, onze landgenoot, moet de topschutter van vorig seizoen komen aflossen. Carvajal legt hem terug en Hazard, jawel! Het is 0-3 en Eden Hazard heeft gescoord in de UEFA Champions League voor Real Madrid. Het is pas de tweede keer dat lukt bij de Koninklijke. Wat gunnen we het hem? We gunnen het hem zeker. Een beetje tussen aanhalingstekens, zei ik het, West, topspits. Je lacht cynisme, al. Cynisme. Ja, oké. Goed, hij gaf een assist en maakte een doelpunt. Hij kwam de geblesseerde Benzema vervangen. Maar je wou erop inpikken. Omdat jij zei van... wat was het? Dat je nu weer spits en... Topspits, ja. Nee, maar goed, hij is de nummer 9 op dit moment bij Real. En wellicht ook in de wedstrijd van deze week tegen Leipzig. Ik blijf geloven dat zo iemand zijn kwaliteit nooit verliest. In geen 100 jaar dat Hazard zijn kwaliteiten verliest. Alleen... Als je ziet hoe Vinicius speelt, kunt je niet anders dan die jongen laten staan. Die doet het zo goed, maar het is geen diepe spits. Maar dat wil niet zeggen dat die jongen zijn kwaliteiten heeft verloren. Alleen, hij speelt misschien qua tijd. Hè. Nu gaat hij misschien wat tijd krijgen, maar eigenlijk te weinig voor zijn kwaliteit. Tegen Mallorca stond hij daar ook afgelopen weekend. Ze wonnen vlot, maar... Het was pas na zijn vervanging eigenlijk dat de meeste goals werden gemaakt. Ja, bij 1-1 is hij gewisseld. En is Modric gekomen, waardoor Valverde op rechts buiten kwam en Rodrigo diepe spits werd. En dan hebben ze het verschil gemaakt. Verwacht je hem tegen Leipzig daar? Ja, omdat ik denk Ancelotti ook wel rekening zal houden hebben met zijn weinige speelminuten tot nu toe. Ja. En dat het snel komt na elkaar, 3 dagen na elkaar. Dus na een uurtje voldoende. Maar blijkbaar heeft hij niet zijn stempel kunnen drukken. Ik kan niet zeggen dat je van in de spits je stempel kunt drukken. Dat kan je zelden. Maar hij heeft nooit gehad wat Benzema heeft. Hè? Bijvoorbeeld dat doelgerichtheid. Daar mogen we hem niet mee vergelijken. Nee, maar hij speelt er wel, Nico. Ja. Dat heb ik vorige week ook gezegd. Het feit dat je in de spits staat, mensen verwachten nu ineens... Ah, Hazard moet golen maken. Maar het is geen Benzema. Hij had er vorige week zelfs 2 kunnen maken. Ja, dat klopt. Ook nog een enorme kans. Raakt die bal niet goed, maar... Ik bedoel, dat is iemand die klasseflitsen heeft, die assist geeft, die dribbles doet. Benzema is meer de zakelijke. En als hij in de 16 is, die kopte dat vorig jaar ballen binnen Benzema. Dat ik zei, van, wat is dat nu allemaal? Ja, is dat niet... En ook trappen. Hè? Ja, die heeft uitzonderlijke doelpunten gemaakt. Ja. Die had een uitzonderlijk seizoen. Maar wat Benzema wel deed, dat deed bijvoorbeeld in dat uur dat hij in Celtic speelde. Hazard niet. Dat is naar de zijkant gaan. Benzema die laat zich vallen, die is niet altijd in de spits te vinden en die komt op het juiste moment. Is hij daar ook een beetje sluipend? Want we hebben Benzema af en toe wel een keer een 9,5 genoemd en zelfs een soort spelverdeler als spits. Dus eigenlijk zou Eden, die staat meer te wachten in de spits nu. En als hij dan niet aangespeeld wordt... Maar je zag ook wel dat zijn ritme er nog niet is, uiteraard. Want na een uur, en ik denk ongeveer 6 kilometer, was hij eigenlijk helemaal leeg gespeeld. Maar goed, we hopen dat hij tegen Leipzig met een nieuwe trainer
trainer daar bij de Duitsers, Marco Rose. Ze hebben overigens 3-0 gewonnen meteen van Dortmund. We hopen dat Hazard mag beginnen en een impact kan hebben. Dan gaan we het nog hebben over een andere Belg. Ook hij was man van de match. Net als Kevin De Bruyne. Het was Alexis Salemakers bij Milan. Hij scoorde een goal in de 1-1 tegen Salzburg. Penso che l'inizio di stagione era un periodo un po' difficile, però ho continuato a lavorare e oggi mi sento molto bene e sono contento di essere così. In Italia avete le ambizioni dello scudetto, in Champions che tipo di ambizioni, Ale? Guarda, prendiamo partite per partite e vedremo dove si finisce, però come sempre vogliamo fare qualcosa di bello. Ja, het is leuk om Alexis, of Ale, zoals de interviewer hem noemt, Salemakers te horen. Vloeiend Italiaans. Hij zei onder meer, ja, het begin van het seizoen was een beetje moeilijk. Wim, doorgaans zorg jij voor de vertaling. Ik weet niet, heb je ja, nog... maar we gaan het... natuurlijk zouden we nog weer willen kampioen spelen, zei die. Maar we gaan het wel wedstrijd per wedstrijd pakken. Alleen, ja. Zelfs in het Italiaans zouden wij dat nog kunnen zeggen. Hè? Want dat zeggen ze allemaal. Wellicht wel, ja. Ja. Maar het is fijn om hem te horen, zeker, om hem te zien, ja, scoren ook. Ja. En ja, hij speelde denk ik 70 of 80 minuten. De ketelaren 70. En dan was er ook nog Origi, die was geblesseerd. En Franks is intussen dit weekend, dacht ik. Ingevallen. Ja, die is ingevallen. Ja? Die zat niet op de Europese lijst. Ja, nee, die is net te laat. Na een nieuw jaar, ja, mag je er maar op. En de andere Belg, die bij Salzburg, die was niet beschikbaar. Of zat op de bank, niet helemaal fit, in Jas van der Bremt. Maar speelde wel afgelopen weekend. Maar goed, Milan, het blijft leuk om hen te volgen, hè, met al die Belgen. 1-1 op Salzburg. Op dat vlak. Ja, ja, maar net zoals Inter schat ik Milan. Maar ik denk dat die wel meer kans hebben om door te gaan in die groep. Maar ja, dat is toch niet de top van de Champions League. Goed dat je draait of keert. Ik heb nu een paar wedstrijden ervan gezien. Kort na elkaar. En het is vooral tactisch, nog altijd. Heel tactisch. En dan af en toe met een flits zijn er een paar spelers die het verschil kunnen en maken, bijvoorbeeld. Zoals Leao. Die is nu uitgesloten, zag ik. Na de rust. Ja. Dus, maar ja, daar kunnen ze wel op rekenen. Als hij er ook bij is, met zijn koppeltje natuurlijk. Maar ik schat ze... Ja, misschien kunnen ze doorstoten, maar verder dan dat zou toch een verrassing zijn. Je moet het met Giroud doen als diepe spits. Hè. En ja, je moet wel een hele goede diepe spits hebben. Rigi, goed ingevallen. Wim tegen Inter. Ja, die was zeer goed ingevallen. Ja, bewegelijk, snel, een paar goede acties. Maar inderdaad, Giroud shot ze nog altijd binnen. Ja, dat wel. Maar we verwachten wel een thuiszege toch tegen Dynamo Zagreb, of niet? Ja, maar verwachten we ook wel dat Chelsea ging winnen op Dynamo Zagreb. Maar daar spelen... Dat is anders. Ja. Klopt, inderdaad. Goed, mannen, we zijn erdoor. Is er nog een match waar jullie bijzonder naar uitkijken? Of buiten degene die belangrijkste gezien, gezegd? Maar het zijn er wel veel. Ik moet zeggen, het zijn er echt veel. Hè? Liverpool, Ajax, ja. Bayern, Barça, Real, Leipzig. En Rangers, Napoli wordt dan ook woensdag gespeeld door het overlijden van Queen Elizabeth. Ja, ja. City, Dortmund en natuurlijk Porto Club. Het zijn er heel veel, hè? Ja, dat is waar. Het zijn er heel veel waar we naar uitkijken. Alright, Wim, je mag nog even niet reizen. Nee. Maar je hebt me wel een mooie anekdote verteld over een C-130 waar je ooit mee gevlogen hebt. Ja, we zijn er daarnet naar hier komen in een overvlieg. Ah, moet ik dat nu vertellen? Heel snel. Heel snel, ja, met de jassen, dat was de Belgische nationale ploeg van het leger. Gingen wij in Aldershot gaan voetballen tegen de Engelse militairen. En we vlogen met een C-130. We spreken over het jaar. 1981. Oké. Okay. 80. Toen was ik min 4 jaar. 80, ja. En de generaal van het Belgisch leger was mee. Die zat naast mij in de C-130. En ik heb zijn kostuum volgekotst. Ja. Toen al. Ja, want je zit op de zijkant. Je hebt ook geen ramen om naar buiten te kijken. Geen oriëntatie. Ik wist begot niet of ik nog op de grond stond of al in de lucht was. Ja. En ik raakte gedesoriënteerd. En ja, oké. Okay. Die mens heeft mij dan niet kwalijk genomen. We hebben wel gewonnen, Ginder 0-1, denk ik. Ja. Ik dacht, ik moet Wim dat verhaal laten vertellen, want vorig seizoen in de Champions League heeft hij ook zo'n vlucht gehad waarop er meerdere zakjes nodig waren. Ja. Dus Wim, misschien is het niet eens zo slecht dat je voorlopig nog niet mag vliegen. Ja. Dankjewel, Wim de Koning. Wes, neem een regenjas mee voor morgen dan. Echte mannen hebben geen jas nodig, hè, Nicola. Alright, goed. Dan ga ik bij deze ook mijn koffer weer leegmaken. Maar ik dank jullie voor jullie komst. Graag gedaan, jullie analyse. En ik zie jou morgen in de studio. In Porto. Ah, en dan ook nog de studio woensdag. Hè? Ja, ja. Twee dagen. Goed. Twee dagen met Wesley Song op stap. Ai, ai, ai. Als dat maar goed afloopt. Goed, volgende week zijn wij er weer natuurlijk met een nieuwe aflevering van de Champions Club. Tot dan.